Before you came round, my heart would never be much faster. Before you came round. Wow. Hoorden jullie dat kraken? Volgens mij kraakt het echt in mijn nek en mijn schouder. Maar oké. Jullie willen niet weten hoe excited ik ben voor deze video. Maar nu weten jullie het alsnog, want ik ben echt excited. I'm so excited! Ik heb echt veel energie. Het is oké! Nou, bij mij dus niet. Ik ben echt niet oké. En mijn haar zit nog steeds niet! Maar dat maakt niet uit. Ik luister nu gewoon even lekker zo. En jullie doen het er maar mee. Of je het nou leuk vindt of niet. Ik vind het totaal niet leuk. Want ik vind mezelf nu echt op een of andere troll lijken of zo. Maar oké. Oeh! My god. Oké, ik ga het even borstelen. Ik hoop dat het beter wordt. Het is alsnog niet echt helemaal zoals het hoort te zijn. Maar oké, maakt niet uit. Want ik ga nu echt beginnen. Want ik ben excited. Oh, ik moet nu trouwens niet hier aan gaan zitten. Want het... Oké, is enger gewoon een woord eigenlijk? Nee, maar niet. Hoi allemaal! Hoi! Ik word soms echt gek van mezelf. Ik ben echt zo'n grote idioot. Volgens mij zien sommige mensen, die mij ook gewoon in het echt kennen, nu pas ook echt mijn ware aard. I'm pretty psycho. Ik kijk trouwens echt telkens hier, mijn scherm. Maar ik moet daar kijken, in de kamer. Hallo. Oké. In ieder geval, zoals jullie aan de titel hebben kunnen lezen, heb ik vandaag iets anders voor jullie dan een vlog. Ik heb namelijk een first impression voor jullie van deze baby's. Dit zijn de Jeffree Star Skin Frost. En als jullie mijn vlogs kijken, dan weten jullie ook al dat ik deze had besteld en dat ik hiervan een first impression ging maken. Dus daar ben ik nu mee bezig. Yay! Ik hoop maar dat het een beetje goed gaat. Want ik heb dit natuurlijk nog nooit gedaan. En ik film ook gewoon met mijn telefoon. Dus ik hoop maar dat mijn telefoon ook een beetje goed het pigment en alles op kan pakken. Of ze moeten natuurlijk helemaal niet gepigmenteerd zijn. Nee, maar daar ga ik niet van uit. Nou ja, dit zijn ze in ieder geval. Ik heb 2 verschillende kleuren gekocht. Deze heb ik gisteren besteld en deze die heb ik al een week hier liggen. En het was heel erg moeilijk om er niet aan te zitten, maar ik heb het volgehouden. Daarom ben ik nu ook zo excited, want ik kan eindelijk met deze baby's gaan spelen. Maar oké, dat klinkt echt fucking verkeerd. Nou, dat ga ik niet meer zeggen. In ieder geval, ik heb deze besteld bij themakeupspot.nl. En ik had dus vorige week, volgens mij was het donderdag, zag ik dus dat ze Jeffree Star verkochten. En ik ging echt heel de avond reviews lezen. En want ik wist echt niet wat ik moest kopen. Nou wist ik wel dat die highlighters echt super goed waren. Maar ja, ik wist niet welke kleur bij mij paste. Dus welke ik moest kopen, bla bla bla. Ben ik weer. Ik was echt nog maar 3 minuten aan het filmen en toen zat mijn opslag weer vol van mijn telefoon. Dus jongens, wanneer je een iPhone gaat kopen, koop geen 16 gigabyte. Tenminste, niet als je zoveel foto's en filmpjes en zo maakt als ik. Nee, waar was ik gebleven? Eigenlijk. Oh ja, ik zat heel de avond reviews te kijken, te lezen. En uiteindelijk wou ik dus de kleur Ice Cold kopen. Maar die was uitverkocht. Dus toen dacht ik, nou, dan koop ik de kleur Siberian Gold. Die was ook uitverkocht. Dus toen bleef er nog maar 1 optie voor mij over. En dat is deze. Dit is de kleur Princess Cut. En dit is een soort van, ja, rozige kleur. Ik zal hem heel even voor jullie uithalen. Trouwens, ik vind de verpakking best wel vet. Het is dus gewoon roze. Alleen dan met een soort van rose gold-achtige metallic letters. Ook op... het doosje. En wat ook wel gezegd mag worden. Nou ja, wat eigenlijk door iedereen wordt gezegd. Deze highlighters zijn huge. Echt, ze zijn echt fucking groot. Als ik dat mag zeggen. Kijk. Hoi. Ik kan gewoon even 1, 2 en dan
een halve hier, een halve daar. Dat is heel mijn hoofd. Dus ze zijn wel echt heel erg groot. Dit is trouwens mijn hand. Die is ook best wel klein. Kijk. Het is echt niet normaal. Dus voor 30 euro ja, zijn ze misschien wel de prijs waard. Als ze ook echt goed zijn. En ga ik er zeker nog meer kopen. Maar dat ga ik denk ik sowieso. Nou ja, nee. Kijk, als ze slecht zijn, ga ik geen nieuwe meer kopen. Hè? Dat is wel makkelijk. Oh, trouwens. Ik had trouwens... Ik had zoiets grappigs. Oh, want ik wou... toen ik, zeg maar... Gisteren kreeg ik... Jezus. Ik kan ook niet praten. Gisteren kreeg ik dus een mailtje dat er weer nieuwe waren. Dat ze weer op voorraad waren. Alle kleuren. En toen ben ik gek genoeg niet voor Ice Gold gegaan, maar voor Siberian Gold. Maar ik dwaal af, want ik zou nu Princess Cut gaan laten zien. Kijk, zie je? Ik moet nog veel leren. Maar Damian zei toen, want ik vroeg aan Damian, ja, zal ik het doen, zal ik het niet doen? Want ik wou eigenlijk Ice Gold en Siberian Gold kopen. Maar ja, dat is gewoon 60 euro. Dat zijn 30 euro per stuk. Dus hij zei dus tegen mij, nee Jasmee, je moet eerst al je andere make-up opmaken en dan pas mag je nieuwe kopen. Oh, ik vond het zo schattig. Maar ja, wij doen dat natuurlijk niet, hè. Echte make-up lovers. Ik zei ook tegen hem van, nou, highlighters die gaan niet zo snel op, weet je. Je gebruikt, kijk, ik gebruik wel elke dag een highlighter. Maar het is niet zo dat een highlighter snel opgaat. Dus hij zei van, nou... Dat is toch mooi? Hoef je nooit een nieuwe te kopen. Nou, wat een cutie. Maar oké, ik ging dus de kleur laten zien van Princess Cut. Hopen dat ik hem nu niet laat vallen. Dat zou echt heel erg zijn. Da-da-da-da-da. Hier is dus... Oh, nu zie je... Hoi, nu zie je mij. Daarom doen ze dus altijd zo. Ha, nu snap ik het. Hier zie je dus de Skin Frost in Princess Cut. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Hij is dus roze met ja zilver eigenlijk. Hij is zilverrozig. Ja, top. Goede omschrijving. En ik ga hem nu voor jullie swatchen op mijn arm. En ik ben echt super benieuwd, want nu moet ik hem dus gaan aanraken. Nu mag ik hem dus eindelijk aanraken. En ja, ik hoop gewoon dat het echt zo... Ik blijf trouwens mijn haar goed doen, maar het zit echt voor geen meter. Dat het zo is als dat ik heb gehoopt. Oké, zijn jullie er klaar voor? Ik niet, maar daar gaan we. Oh my god. Ik zweer hè, ik fake dit echt niet. Want... Wow. Dat is echt net boter. Het is echt net boter. Oh my god. Oké, dit is trouwens de swatch. Zie je dit? Hij staat niet scherp op de swatch. Hallo. Nou ja, zoals je kunt zien... is hij echt super metallic en super mooi. Ik ga nog een beetje... Oké, dat ging iets te ver. Oeh. Oké, ik ga even heel veel opdoen op mijn pols, zodat jullie het echt... Oh, die textuur is echt niet normaal. Echt. Echt geen één van mijn highlighters heeft zo'n textuur. Het is echt niet normaal. Wow. En... Zo. Oké, dit zie je dus echt totaal niet. Wacht heel even. Ja! Oh, sorry voor die vieze nagel. Zo is dus de swatch op mijn vinger. Eigenlijk zie ik totaal niet echt heel erg het roze terug. Wat ik ook totaal niet erg vind. Want ik was best wel bang dat hij te roze zou zijn misschien. En hier is nog eventjes een close-up van de Skin Frost zelf. En zo is de swatch op mijn pols. En ik heb best wel een groot vlak gedaan, zodat jullie het eventjes goed kunnen zien.
Ik vind hem echt prachtig. Nou, dat was dus Princess Cut. Ik ga hem zo trouwens ook nog op mijn wang aanbrengen. Dan ga ik de ene kant ga ik Princess Cut doen en de andere kant Siberian Gold. Maar wat ik jullie nog niet had laten zien of laten lezen is de achterkant van de verpakking. En dit is eigenlijk best wel grappig. Staat dus op... You better glow, bitch. The definition of highlight on fleek. En dat vind ik wel heel erg grappig en leuk. En mijn haar zit weer niet. Oeh. Misschien moet ik gewoon kaal gaan. Misschien wel. Nee, laten we dat maar niet doen. Ik ga nu eventjes Siberian Gold uit de doosje halen. En natuurlijk weer voor jullie swatchen. Dus ik ben heel erg benieuwd ook naar deze. Aangezien ik van deze ook reviews had gelezen dat sommigen een beetje een verkeerde hadden. Of die sommigen die hadden eentje die helemaal niet die boterige textuur hadden. Maar die had dan zeg maar de textuur van schuurpapier. Dus daardoor was ik ook een beetje bang geworden voor Siberian Gold. Maar ik hoop gewoon dat hij dezelfde boterige textuur heeft. Oh jongens, wat ben ik toch aan het doen? Ja, ik zit nu dus op mijn bed. Maar ik heb hier een kussen liggen, zodat ik wat hoger zit. Maar ik zat dus net op mijn knieën en dat begon pijn te doen. Dus ik moest weer even switchen. Maar ik ben er weer. Oh my god. Dit is Siberian Gold. Ik zal eventjes... Sorry hoor. Hij is dus echt best wel donker. Dus ik ben een beetje bang. Ik hoop maar dat het mij staat. Maar oké. We shall see. Ik ga hem nu swatchen. Dus ik ben benieuwd. Dit is de swatch. Van Siberian Gold. En hier zie je nog een beetje Princess Cut. Ik zal hem zo van dichterbij laten zien. Ik snap nu wel een beetje wat ze bedoelen. Want toen ik Princess Cut swatch had ik echt zoiets van... Oh. En nu... oh, wat erg. En nu ik Siberian Gold swatch heb ik zoiets van... Het is wel fijn, maar je voelt wel een beetje alsof het een beetje korrelig is, zoiets. En een beetje meer droog. Dus het is niet, ja, het is nog wel een beetje boterig, maar het is niet echt hetzelfde. Maar dat vind ik niet erg, als die maar goed gepigmenteerd is. Ik ga hem hier boven Princess Cut. Oh, holy shit. Oké, dit is echt niet normaal. Dit moet ik even laten zien hoor. Damn! Bam! Oké, zoals je nu kunt zien is die ook wel een beetje flaky. Kijk, dit komt er nu allemaal van af. Even weer scherp stellen. Als dat lukt. Nee, doet hij niet. Ik zal het zo wel even laten zien. Maar dit is dus de swatch van Siberian Gold en daaronder Princess Cut. En nu zie je ook echt dat die echt veel meer gepigmenteerd is dan Princess Cut. Om nog een beter idee te krijgen van hoe groot die highlighters wel niet zijn. Dit is Champagne Pop by Becca. By Becca. Van Becca. En deze bevat trouwens 8 gram. En dit is dus de Jeffree Star Skin Frost. En deze is 15 gram. Dus dit is bijna het dubbele als Becca Champagne Pop. En Becca Champagne Pop, daar heb ik gewoon volgens mij 43. Ja, ik heb hier €43 voor betaald. En voor de Jeffree Star Skin Frost €30. Dus dat scheelt wel veel.
En ik dacht, misschien vinden jullie het wel even fijn om deze naast elkaar te zien. Zodat je echt een beetje een goed idee krijgt van hoe fucking groot deze wel niet is. Kijk, het is echt immens groot. Hier zie je de swatch van Siberian Gold. En hij is dus echt enorm gepigmenteerd. Princess Cut heb ik trouwens al zo goed als weggehaald. Maar hij is echt heel erg gepigmenteerd. En hij reflecteert ook echt heel mooi. Maar dat is de Princess Cut ook. Maar zoals je dus kunt zien hier aan de randjes is hij dus wel een beetje flaky. Ja, maar ik kan daar wel mee leven. En hier is dus de swatch op mijn pols. Hieronder is dus Princess Cut en hier is Siberian Gold. Echt ook heel mooi, maar ik hoop gewoon dat hij niet te donker voor mij is. Ik hoop het heel erg, want anders zou het zonde zijn van mijn €30. Oké, jongens. Het is tijd om de highlighters aan te gaan brengen. De highlight zit nu echt overal. En nergens. Maar we gaan eens zien hoe ze op mijn huid eruit zien. Ik hoop maar dat deze camera het een beetje goed kan laten zien. We beginnen dus met Princess Cut. En ik ga deze kwast gebruiken. Dit is de Morphe M501. Ik weet niet waarom ik niet gewoon 501 zei. Maar ik wil even fancy doen. En dit was dus ook de kwast die Jacqueline heel altijd gebruikt om te highlighten. En hij is echt super zacht. Maar oké, we hebben het niet over deze kwast vandaag. We hebben het over de Skin Frost. Dus ik ga hem nu aanbrengen en ik ben heel erg benieuwd. Oh, trouwens, ik zie echt nu pas dat mijn foundation... Oh, wat doe ik nou dom? Oh! Ik was dus even aan het vertellen dat mijn foundation enorm vlekkerig is nu. Want ik heb het al heel de dag op. En wat doe ik? Ik wou het dus uitwrijven met mijn vinger. Een beetje meer blenden. Pak ik deze vinger met Siberian Gold erop. Gewoon zo hoppa, op mijn gezicht. Ja, nu is mijn gezicht rood. Nou, dat heb ik weer echt top, top. Top gedaan. Ik ga even wat meer foundation op doen. Oh, ben ik toch echt een idioot. Echt hoor. Soms hè. Dat moest even. Nou, daar ben ik weer. Het is gefixt, zoals jullie kunnen zien. En ik wou gelijk eventjes de highlighter van mijn vinger en van mijn pols afhalen. Maar dat ging niet echt helemaal goed. Nou ja, je ziet het nu niet zo goed op de camera, maar het zit er nog wel echt goed op. Dus dat vind ik wel een pluspunt van deze highlighter. Ze blijven goed zitten. Maar ik zag wel dat de highlighter ook op mijn trui zit. De Siberian Gold is wel een beetje korrelig. Dat vind ik wel jammer. Maar oké, we waren bezig met Princess Cut aanbrengen. Dus ik ga poging 2 nu doen. Zo, ik weet niet of mijn... Nou ja, ik heb mijn kwast er een beetje zo in rond gesworld. En nu ga ik hem aanbrengen. Oeh! Oké. Oh my fucking god. Oké, ik heb echt veel te veel aangebracht. Dat sowieso. Ik hoop maar dat ik dit nog een beetje kan fixen. Oh my god. Oh my god. Dit bedoelen ze dus met A Little Goes A Long Way. Holy fucking shit. Dit is echt niet normaal. Echt. Wow, oké, ik ga even proberen een close-up te maken van mijn gezicht. Ik hoop dat het lukt. Dit is dus hoe de highlighter er nu uitziet.
echt niet normaal. Echt, je moet echt voorzichtig doen met deze dingen. Want ze zijn echt heel erg gepigmenteerd, zoals je kunt zien. Woeh! Highlight on fleek. Een beetje iets te on fleek. Oké, on to the next one. Oké, ik ga nu Siberian Gold aanbrengen. Aan deze kant. Dus ik ben benieuwd of dit hetzelfde effect heeft. Oh. Ja. Ik zie nu alweer, kijk, ik weet niet of jullie het kunnen zien, dat hij echt heel erg korrelig is. Als je hierboven kijkt, zie je het denk ik wel, allemaal van die korreltjes. Ja, we gaan het zien. Het is trouwens super onhandig met me om het zo aan te brengen, maar... Oeh. Ja. Ik zie zeker weten wel een verschil. Ja, obviously, kijk. Oké. Ook met deze moet je echt heel erg voorzichtig zijn. Ik ga weer even een close-up maken, want het is heel erg heftig. Maar je ziet dus echt duidelijk... Wow. Ze zijn echt enorm gepigmenteerd. Echt, ik zou zeggen, als je echt niet van een sterke highlighter houdt, zou ik deze niet nemen. Zelf hou ik soms wel van een sterke highlight en soms niet. Het ligt er een beetje aan. Ja, ik weet niet. Alle dagen naar school zou ik hem misschien wel opdoen. Maar zou ik denk ik eerder Siberian Gold opdoen dan Princess Cut. Hij is toch wel een beetje meer gewaagd. Ook nu zie je veel beter de roze ondertoon erin. En ik denk dat ik... Siberian Gold mij ook beter vindt staan dan Princess Cut. Alhoewel ik het wel echt iets vind hebben. Het is wel echt een unieke kleur. Ik heb ook nog helemaal niet zo'n kleur in mijn stash. Ja, nu natuurlijk wel. Maar je moet wel echt, echt voorzichtig zijn met deze twee... met deze twee highlighters. En ja, volgens mij was dit hem alweer. De first impression. Nou ja, mijn first impression is dus ja, veelbelovend. Ik ben heel erg blij met de highlighters, zeker. Wel, ja, moet je natuurlijk gewoon heel erg voorzichtig zijn met ze. Anders dan, ja, dan breken ze. Of, nee, daar heb ik het natuurlijk niet over. Je moet wel light-handed zijn. Of je moet zo'n sterke highlight willen. Ja, dat kan natuurlijk. Ik zou het best doen hoor, voor een avondje uit. Ja hoor, kom maar door. Nee, maar mijn first impression is dus heel erg positief. Ik vind ze echt top. Vooral Princess Cut vind ik wel qua textuur veel beter dan Siberian Gold. Siberian Gold is heel erg flaky en Princess Cut is dat totaal niet. Princess Cut is echt romig, zacht en ja, dus mocht je nog twijfelen... Tussen die twee, dan zou ik voor Princess Cut gaan. Maar ligt natuurlijk ook wel een beetje aan je skin tone. Als je, aan je skin tone, aan je huidskleur. Mocht je donkerder zijn dan ik, wat ja, heel erg goed. Heel erg snel. Ik kan niet praten. Heel erg vaak voor kan komen. Wat is dit voor fucked up zin? Ik heb geen idee. Want ik ben best wel licht. Zou ik zeker Siberian Gold nemen. Ik vind hem echt heel mooi. Alhoewel ik het wel een beetje apart vind. Dat dan Princess Cut eigenlijk een betere textuur heeft dan Siberian Gold. Want Siberian Gold is de allernieuwste kleur die Jeffree Star heeft uitgebracht. Dus Jeffree, er is werk aan de winkel.
Zei ik nou, er is work aan de winkel? Ja, dat zei ik. Oh, wat erg. En ja, ze zijn dus 30 euro per stuk. Wat natuurlijk best wel veel is voor een highlighter. Maar dan krijg je wel echt een massive one. Die gewoon bijna heel je gezicht bedekt. Ik zal nooit meer uit highlighter komen. Ik zal nooit meer... Ik denk echt aan die zin. I will never... Oh, oké. Mijn opslag zat dus weer vol. Ik weet ook niet meer wat ik daarnet heb gezegd. Maar overal ben ik echt, ja, gewoon heel erg tevreden over deze highlights. En ben ik heel blij dat ze nu ook gewoon in Nederland te koop zijn. Je kan ze dus bestellen bij themakeupspot.nl. Dit is trouwens niet gesponsord, deze video. En ja, ik ga zeker meer kleurtjes proberen en bestellen. En ik hoop... Goddammit, mijn opslag staat weer vol. Nu ga ik heel snel praten voordat die weer vol zit. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet geen duimpje omhoog te doen als je de video leuk vond. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Voor nog meer leuke, gekke en... ja, rare video's van mij. Oeh, little flick. Yeah. Oké, nou. Tot later. Peace. Doei. Ciao. Bedankt voor het kijken trouwens. Of had ik het al gezegd? Ik weet het niet meer. Doeg! Kijk, hier is mijn bed. Maar ik wil niet dat je die ziet. Maar ja, als ik zo doe, is mijn hoofd weer zo hoog. Dus dan moet ik eigenlijk zo. En mijn haar zit echt niet vandaag. Kijk, ik had net ook nog staart in. Nu zie je zo'n... Omdat... Ik echt een bad hair day heb vandaag, dacht ik, doe een staart in. Maar ik vind dat echt niet leuk op camera. Dus ja. Oh my.